Hey iedereen, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal. Dit is Luigi's Mansion 3 en het is ook deel 3. Luigi staat hier heel benauwd in de hoek. En toch gaan we verder bekijken wat deze kamer is. Hier zien we een schilderij met onze bondgenoot professor Egad. En dan moeten we eens gaan zien hoe we die bevrijden moeten. Polterpup zegt dat we in deze kamer moeten. En hij is open. Ik zie hier een plant. Moeten we iets met die plant? Zeggen ze van, nou, schuif de bladeren maar op. Ik denk dat hier vuurwerk in zit. Nee, wel geld. Dat nemen we natuurlijk even aan. Hier is een gang. Met nog meer geld. In deze emmer. Dit is de kaart, denk ik, van de eerste verdieping. Daar is dus de grote hal. Juist. Nou bedacht ik me dat er nog een aantal dingen zouden kunnen zijn die we... Ah, Potterpup wil per se dat we met hem meegaan. Maar ik dacht, terwijl ik de vorige aflevering aan het monteren was... Zag ik dus nog een aantal dingen waar we dus mogelijk deze schokgolf bij zouden kunnen gebruiken. Omdat ik me voor de helft van de aflevering niet bewust was dat die bestond. Het is natuurlijk een nieuwe actie. En we moeten weer een sleutel hebben. Alright. Oké, die is dus niet terug te vinden. Maar ik denk dat we dan een andere deur in moeten. Want die... rood-roze-achtige deuren die zijn dus standaard open. Maar die grijze deuren niet. Grijs-groenachtige deuren. En er is heel veel loot op te halen hier. En ik gebruik de nieuwe actie volop. Hé, er ligt heel veel geld in die hoek. Weet je. Waar heb ik dat aan verdiend? Gewoon goed zoeken. Wat is dit? Hé, een diamant. Een groene. En er zijn een aantal van deze pakjes. Die kunnen we, nou ja, ook opzuigen. En er zit blijkbaar geld in. Misschien een goochel. Misschien waren dat pakjes van een goochelaar. Die moet altijd wat geld bij zich hebben. Voor de trucs. Alleen aan dat geld heeft hij niet veel meer, want het is van ons. Misschien is er nog wat aan de hand bij die laadjes. Jazeker. Achoo, dat is dus heel veel stof. En nog meer geld. Maar geen sleutel. Make-up. Misschien was het een vrouwelijke goochelaar, goochelares.
kunnen hier ook niet de schokgolf gebruiken om wat troep op te ruimen aan de andere kant. Maar er moet dus hier ergens een sleutel te vinden zijn. Ah. Ja, ik weet nog dat je in Luigi's Mansion 1 ook met je stofzuiger kon interacten met die kroonluchters. En nu levert het eigenlijk alleen geld op, geen sleutel. Wel opvallend dat dit blijkbaar een kamer is die goed verlicht is. Ik kan er redelijk goed in zien. In tegenstelling tot deze gang. Oh, die knop, daar kun je iets mee. Ah ja. Ik had niet door dat hij er zat. Ik zag hem in de spiegel nu en ik denk, hey. Ik kan hem waarschijnlijk niet opzuigen, maar misschien moet ik er eens wat mee doen met mijn zaklamp. Hey. En nu? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Munt. Yeah, ik had hem nog. Daar kunnen we nog steeds niet heen. Maar het is wel duidelijk dat we nu even achter Polterpup aan moeten. Ik wil de cutscenes wel zien de eerste keer dat ik ze afspeel. Muizen. Daar hadden we geen goede ervaring mee in de parkeerplaats. Dus ik ga er nu ook maar voorzichtig mee zijn. Ja, daar moeten we dus onze zaklamp voor chargen en dan een enorme lichtstraal erin werpen. En we hebben een ander soort zaklamp. Ik kan niet zo goed zien wat Luigi er nu mee doet, maar... Oh! Ik denk dat hij daarmee... Ja, hij kan dus schilderijen veranderen in wat erop staat. Of tenminste, hij kan eruit halen wat erop staat. Waarschijnlijk kan dat alleen met bepaalde schilderijen. Gouden spin. Ik weet nog dat je gouden muizen had in Luigi's Mansion 1. En die liepen heel snel en dus dan moet je... Maar die leverden ook heel veel op en dus... Ja. Hé, wat is dat? Zo'n bolletje met sneeuw. Waarschijnlijk. Als die nu niet goed opgeschud is, dan weet ik het ook niet, hè? Hé, spaarvarken. Zo eentje die je kapot sloeg vroeger. Tegenwoordig staat het allemaal op de bank. Ik kom er niet echt goed bij boven.
Maar goed, het werkt dus niet bij elk schilderij, dat deportretificeren. Nog meer loot hier. Krijg deze deken er niet af. Die valt me kapot. Hé, hey, hierachter zit nog iets. Schaakstuk lijkt het wel. Pion. Of een badeend. Nee, het is een badeend. Hier zit nog een muis. En weer een spin. Die zagen we even op. Ik denk dat we hier verder klaar zijn. Oh, misschien nog deze lamp. Nee. Deze dan misschien. Dan gaan we nu naar Professor Igat. Althans, zijn schilderij. En uiteindelijk wordt hij er weer uitgehaald. En dan moeten we ook de schilderijen natuurlijk vinden van Toad. Geel, blauw. En van Mario en van Peach. En wat zegt Igat? Ah, Luigi, hoe is het mogelijk? Je bent echt de laatste die ik had verwacht hier te zien. Hoe dan ook, dit is niet het moment om bij te kletsen. Waar het nu om gaat is dat je je wel zult redden. Kom op, Luigi, haal me hier weg. En in het Nederlands heet hij dus de heer K. Wiebes. Het had een ex-minister van ons land kunnen zijn. Maar ik laat gewoon nog één keer het meest beroemde filmpje van de persoon in kwestie zien. Gewoon omdat het te leuk is. Ja, ja. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is. Dit hotel barst van de spoken. Ik wil hier geen seconde langer blijven. Mario, wat zeg je daar? Al je vrienden gevangen genomen? Ja, maar hoofdzakelijk Mario, dat sprak hij dus uit. In de game, als sound effect. En nu kun je ze hier niet achterlaten, vind je? Nee, duh. Ik zie al dat je geen steek bent veranderd. Nog even eigenwijs als altijd. Nog even moedig als altijd eigenlijk. Goed dan. Echt blij ben ik er niet mee. Maar ik, professor Clemens Wiebes, heb al een idee. Allereerst, Luigi, moeten we bij mijn auto zien te komen. Wil je me er naartoe brengen? Verrek, die nieuwe spookzuiger G00 die je daar hebt, die heb je uit mijn auto gepakt, of niet? We moeten terug naar de ondergrondse garage. Kom op. We hebben geen tijd te verliezen. Volgens mij loopt hij nu een beetje achter me aan als bij Mario plus Rabbids Kingdom Battle, een andere serie op mijn kanaal. Dus dat vind ik wel leuk. Overigens, we weten nu ook van dat prachtige instrument dat we in onze handen hebben de naam. Namelijk de Poltergust G00. En als je een beetje verstand hebt van films, dan weet je natuurlijk wat dat inhoudt. Yep, we hebben de bevoegdheid om te doden. Alleen in dit spel doden we alleen wat al dood is. Maar dan kunnen we mooi ook even checken wat er dus in al die andere dingen zit. Zeg Luigi, kijk daar eens even. Met de lift zijn we in een mum van tijd bij de garage. Laten we opschieten voordat de spoken ons vinden. Wat het namelijk was.
Oh, ik had verwacht dat we deze dus ook omver hadden kunnen werpen. Kunnen we die dingen ervan afhalen? Jazeker. Alleen, we krijgen daar blijkbaar niet altijd geld voor. En dat is misschien maar goed ook. Hey Luigi, kijk nou toch eens naar al dat geld. Het is weliswaar levensgevaarlijk, maar dat is geen reden om je financiële kant... Sorry, ik klikte te snel door. Waar wachten we nog op? Vul je zakken. Geld komt altijd van pas, dus hou je ogen open en verzamel zoveel als je kunt. En daarom wil ik eigenlijk ook nog een kijkje nemen beneden. Luigi, ik had je toch gezegd dat de lift die kant op was. Waarom zou je zelfs maar overwegen om de trap te nemen als er een lift is? Zegt hij nu hetzelfde? Ja. Geen extra geld. En hier is geen... ding meer. Volgens mij had ik nog wel een muntje hier gezien terwijl ik monteerde. Een hele reeks zelfs. Maar omdat je zo aandringt, Igert. Of Kabibus. Nemen we de lift. Of staat er ineens een spook in de lift, weet je wel. En dan. Gloeiende. Een of andere onverlaat heeft bijna alle liftknoppen weggehaald. Wat is hier aan de hand? Daar maken we ons later wel druk over. Druk nu maar eens op de B1-knop. Oké, je kunt dus zo kiezen. En je kunt ook al naar alle knoppen toe, maar je kunt ze blijkbaar nog niet indrukken. En dan alleen als er echt zo'n dingetje op zit, dan kun je erheen. Het lijkt erop dat geen van je vrienden net als ik op de tweede etage gevangen waren. Eigenlijk is het de eerste verdieping. Wat gelijk met de grond is, is begane grond. En niet de first floor, zoals de Engelstaligen dat noemen. Ze zijn vast naar een van de hogere etages gebracht en dat betekent... er zit niets anders op. We hebben die liftknoppen nodig. Waarschijnlijk zijn we nu hier, ja... Even kijken of het nog loont om hier wat te snaaien. Een muis. Zie je wel, die zit nog in de lift. Come on, zuig hem op. Die poltergust werkt niet intuïtief voor mij. Ik heb geprobeerd het te veranderen. Maar als ik dus omhoog druk op de joystick, dan gaat hij ook echt omhoog. En ik ben gewend dat hij dan naar beneden gaat. En ik zou niet uit mijn hoofd kunnen zeggen of dat hetzelfde is als bij de originele Luigi's Mansion. Maar het komt waarschijnlijk ergens vandaan. Want ik raak daar niet zomaar zo aan gewend. Brandblusser, die doet niks. Oh, er valt een schilderij van de muur. Gastaf. Die had ik nog niet gezien. Maar dan liggen ze dus bovenop zo'n verwarmingsbuis volgens mij. Vallen er nog meer schilderijen van de muur? Hey. Wat nou als ik op X druk? Ja, zie je wel. Diamant. En dat is de vijfde van de paarse. Kunnen we nog iets hiermee? Nee, dat is gewoon een normaal portret. Oké, daar bovenop liggen er nog wel wat muntjes.
Ja, we gaan maar naar de parkeergarage. En er is dus een geest. En die ziet er iets anders uit dan de geesten die we tot nu toe hebben ontmoet. Dus ik denk dat het een portretgeest is. Oké, ik hoop niet dat er een beloning staat op dat we hem in één keer pakken. Dat was namelijk zo in de originele Luigi's Mansion. Ik heb het er veel over. Maar er zijn veel dingen die principieel hetzelfde zijn. Oh, dat is dus... Oké, dat kan dus niet. Interessant om te weten. Hoe? Maar het was dus zo dat je in de originele Luigi's Mansion werd beloond als je spoken in één keer... opzoog. Vooral de portretgeesten. En we worden dus weer beloond met een hartje. Is het zo dat we dus altijd gewoon bijgeheeld worden? Eén. 5. Dus we kunnen altijd naar de begane grond en naar de vijfde verdieping. Onze vierde verdieping. Haha, dat zijn liftknoppen, zonder twijfel. Wat moet zo'n spook daar nou mee? Ons het leven zuur maken natuurlijk. Maar het zijn er maar 2. Zouden er hier soms andere spoken zijn met de rest van de knoppen? Maar dat doet er voor nu even niet toe. Laten we liever naar mijn auto gaan. Ik moet je iets heel interessants laten zien. Tatadetta. Potterpup was er al. En wat heeft hij daar? Ik ken het niet uit een eventuele eerdere serie. Dat had ik met Polterpup wel kunnen doen, zoals Bastiaan, a.k.a. Veldhuis 94, terecht opmerkte onder mijn eerste video uit deze serie. Ah, volgens mij is het zijn laboratorium. Maar dat was heel anders in Luigi's Mansion 1. Nerve Center. Het is geen norme YouTubertje, maar... Het zal wel loslopen. Hehehe, welkom in mijn laboratorium. Weer een van mijn briljante uitvindingen. Een draagbaar laboratorium. Robuust, veilig en met airconditioning. Ik heb altijd geweten dat zoiets van pas zou komen. Gelukkig had ik het bij me. Wat ik hier in dit hotel doe, dat is een lang verhaal. Maar kort gezegd, ben ik erin geluisterd.
Same story, man. Same story happened to us. Ik heb een uitnodiging ontvangen van iemand die beweerde de eigenaresse van dit hotel te zijn. Deze dame zei dat ze een bijzonder waardevolle verzameling had met spoken van over de hele wereld. Je begrijpt dat iedere spookdeskundige die zichzelf ook maar een beetje serieus neemt, op zo'n aanbod in zou gaan. Ik ben daar natuurlijk geen uitzondering op. Maar vanaf het moment dat ik hier aankwam, werd me duidelijk dat het een valstrik was. Ze heeft me in een lijst opgesloten en mijn spokenverzameling van me afgenomen. Ach, dus ook al die spoken die jij eerder voor me hebt gevangen en waar je zo je best voor hebt gedaan. En natuurlijk ben ik ook King Boo kwijt. Dat heeft me diep geraakt. Het was mijn allerfavorietste. Wat? King Boo is vrijgelaten? Grrr, die hoteleigenaresse. Wat bezielt haar? Luigi, in deze doffe ellende ben je mijn laatste hoop. Zorg dat je mijn spokenverzameling weer terugkrijgt. Over spoken gesproken, geef mij alvast maar alle spoken die je tot nu hebt gevangen. En dat kennen we dus wel weer uit Luigi's Mansion 1. De data wordt in de machine gestopt. Hartstikke goed, blijf spoken vangen. En vergeet niet om af en toe hier in het laboratorium langs te komen. Ik maak de galerij gereed, zodat je alle spoken kunt bekijken die je al gevangen hebt. Waarom kijk je zo, Luigi? Ben ik iets belangrijks vergeten? Oh, maar natuurlijk. Je wilt ook je vrienden en je broer redden. Dat ben ik glad vergeten. Geen seconde meer aan gedacht. Hoe dan ook. Als je ze terug wilt vinden, zul je spoken moeten vangen en dit hotel moeten verkennen. Wiebes zijn gedrag is natuurlijk op zijn minst gezegd opmerkelijk. Maar we kennen hem al en ik geloof niet zo gauw dat hij zich tegen ons zou keren. Waarschijnlijk is het gewoon een verstrooide professor en is het geen kwaadwillende verrader. Te helpen geef ik je een van mijn geniaalste uitvindingen tot nu toe. Ik noem het de Virtual Boo, afgekort VB. En dit is natuurlijk een referentie naar de zwaar mislukte console van Nintendo uit de vorige eeuw volgens mij nog. De Virtual Boy. Ja, dat was gewoon nog op een moment dat de wereld nog niet klaar was voor virtual reality. Een hypermodern apparaat met de nieuwste virtual reality snufjes en een chic rood scherm. Baanbrekend. Wie houdt er nu niet van rood? Marco Bussato haters. Maar wacht maar tot ik de marketing van dit dingetje op orde heb. Ze zullen niet aan te slepen zijn. Je kunt de VB gebruiken om op ieder moment met mij te communiceren. Laten we hem straks maar even testen. Druk op plus om de VB te openen. Je zult er ook kunnen zien wat je doel op dat moment is. Erg handig, al zeg ik het zelf. Oh, ik heb nog iets voor je. Het allereerste wat je voor me moet doen is de liftzender voor me in de lift plaatsen, oké? Wat het precies doet, vertel ik je later wel. Zorg eerst maar snel dat hij is geïnstalleerd. Op naar de lift. Ik reken op je, Luigi. Hotel verkennen, kaart. Terug naar het titelscherm. Multiplayer. Caribus. Wat heeft hij te zeggen? Dus jij bent ook uitgenodigd om naar dit hotel te komen, Luigi. Via een lange indrukwekkende brief. Zo is het precies ook bij mij gegaan. In de brief stond ook dat ze hier een geweldige spokenverzameling zouden hebben. Wil je met me praten of wil je het logboek zien? Aha, dus dit is het doel. Oh kijk, hier kun je nog prestaties zien. Oké, alle juwelen in het hotel gevonden. 250 parels verzameld. Goudstaven, oké. 10.000 munten. Alle juwelen in de kelder gevonden. Oké, en de rest is waarschijnlijk... Oh, nog wel hier eentje. Alle juwelen in de tussenetage gevonden.
50 keer de lift genomen, oké? Is het zo vaak nodig dan? In totaal 500 keer ongedierte verslagen. Ja, ik heb er al 17. En in totaal 999 spoken gevangen. Oké, dat is nogal wat. Eigenlijk wil ik gewoon hulpinstellingen. Kawibus, multiplayer, kaart, galerij. Slijmerik. Oh, de boes. Zeldzame spoken. Spoken. Boes. Eindspoken. En dan weer zeldzame spoken. Gaston, welkom. Zal hij net als de heer Starreveld een aparte manier van begroeten hebben? Zo van... Goedenavond! Wij hebben hier de straatprijs, maar dan vegetarisch! Juwelen. Dat zijn de groene, daar had ik dus de vierde van. En ik had van de paarse had ik de vijfde. Die moeten we hier ook ergens gaan zien, denk ik. Daar. En nog speciale content. Albums. En dan hebben we waarschijnlijk muziek en cutscenes. Kawibus, 20 nummers. Is dit alleen maar muziek? Ik denk het. Kelder, grote hal, tussenetage. En de proloog. Alright, oké. Okay, nou, weet ik dus een beetje wat ik... Dat is dus de kaart, hoe het ding eruit ziet. Polterpup gestemd. Oké. Okay. Ah, een diamant. Oh, dit zijn niet... Het is niet qua kleur dat het uitmaakt, maar het is de vorm. Oh, je kunt nu ook zien wat er in die ding zit. Geld! Iget had ook nog geld in zijn aardgenomen liggen. Dat is nu van mij. Daar achter die auto ligt. Oh ja, dit. Dat was die knop die dat ding omhoog deed, maar
net niet hoog genoeg om te ontsnappen. En die koffers zijn onverschuifbaar. En hier kunnen we nog naar boven. Nog meer geld. Heb ik allemaal nog niet gezien, joh. Kunnen we nog niet bij. Ik zie niet hoe we ermee kunnen interacten, dus... We moeten iets anders vinden om daar te komen. Nu moeten we even de deur vinden. Die was dus een stukje terug. Kan ik ook op de kaart zien trouwens. Iemand heeft veel geld laten zitten in zijn broekzak. In de lakens van zijn dekbed overtrek. En de diamant, ja, die wil ik ook wel. Maar ik heb geen idee hoe ik hem eruit kan krijgen. Op dit moment. Misschien met X. Dat werkt niet. Hé, goudstaaf. Bizar hoeveel dingen ik nu zie die ik nog niet gezien heb. De tijd dringt, Luigi. Genoeg gedreuzeld, je moet die liftzinder installeren. Oké, wauw. Ik heb me nog nooit zo opgedrongen gevoeld door Nintendo. Zoveel geld, joh. Ongelooflijk. Overigens... Iget zei zelf ook dat je geld niet kunt laten liggen als je het tegenkomt, dus. Wat hij nu zegt ben ik niet helemaal met hem eens, maar... Zwa. Hé. Hey. Weer een spin. Ho, nog meer spinnen. Kunnen we niet laten lopen.
En hier is dus de lymfstender. Oh, wow. Ik kan een ding plaatsen, zo'n ontstopper. Wat doe ik nu? Gaat hij het doen of niet? Ik zie niet wat Luigi ziet. Ik zie alleen Luigi die iets ziet. Hallo Luigi, zo te zien is de installatie gelukt. Mooi. Dan zal ik je nu uitleggen wat de zender precies doet. Hij analyseert de layout van de etages die je met de lift kunt bereiken. En dan laat hij alle informatie zien op je scherm. Een knap staaltje techniek, vind je niet? Laten we het gelijk in de praktijk brengen. Plaats de liftknoppen maar eens in het liftpaneel. Uh-oh. Is dat de goede? We handen er nog een. Nu kun je de kaart van elke nieuwe etage zien. Maar dat is nog niet alles, Luigi. Dit apparaat is verbonden met de Virtual Boo. De gegevens van de kaart worden direct overgedragen naar de VB, zodat je de kaart te alle tijden kunt bekijken. Als je de kaart vanuit het VB-menu opent, kun je nog meer details zien. Niet vergeten, oké, knul. Kort gezegd, Luigi, is deze kaart nog heel erg handig om nieuwe etages te verkennen. Terwijl je in het hotel aan het verkennen bent, moet je op zoek gaan naar die liftknoppen. Want dankzij die knoppen kun je nieuwe etages bereiken die je kunt verkennen. Oh, en wie weet vind je daar je vrienden wel. Hehe. Luigi, voordat je op pad gaat, moeten we eerst het communicatiesysteem van de VB testen. Open de VB met een plus. Ja, dat had ik dus al gezien. En dan zien we de kaart Kawibus. Quest-test 1, 2, 3. Dit is Kawibus, genie ter plaatse. Hoor je mij luid en duidelijk? Fantastisch. Het communicatiesysteem van de VB lijkt perfect te werken. Van nu af kun je contact met me opnemen wanneer je maar wilt. Als je dus even met me wilt praten, moet je precies doen wat je net deed voor de test, Luigi. Misschien dat ik je advies kan geven in lastige situaties. Oh, je kunt ook het logboek bekijken in hetzelfde systeem. Laat me weten als je daarvoor belt. Dan zal ik je je voortgang laten zien. Maar genoeg van dit alles. Mijn uitvindingen testen is reuze leuk, maar we moeten weer aan de slag. Zeg dat wel. En laat ik nou net een klusje voor je hebben. Je kunt nu met de lift naar de vijfde etage, toch? Op die etage was mijn kamer. In mijn kamer lag mijn koffertje. Hopelijk ligt het er nog steeds. Kun je het voor me halen, Luigi? Het kamernummer was... Oh jemine, wat was het nou? Maar je hebt een kaart, dus je komt er wel achter. Veel succes, Luigi. Probeer levend terug te keren. Oké, we moeten dus als volgende doel... Ja, het staat er heel duidelijk. Vind het koffertje van Eget. Ik wil eigenlijk eerst even naar de eerste etage. Want er waren nog een aantal dingen bij dat trappenhuis wat ik niet helemaal verkend had. Wow.
Zoals dit. Dit is ineens helemaal stoffig. Ja, het is nu ineens helemaal donker hier. Oké. Ah, wacht eens. Nee, dit werkt dus niet zoals ik had gehoopt. Er moet dus een moment zijn waardoor je door die deur komt. Nee, die brandblusser doet niks. Dat vind ik wel opvallend. Dat je die brandblussers overal ziet. Ja, hè. Een gebouw mag niet brandgevaarlijk zijn. En dan moet je natuurlijk overal die veiligheidsmaatregelen paraat hebben. Oh, wauw. Die brandblusser die kon ik dus wel mee interacten. Ik deed het alleen verkeerd. Er ligt nog steeds geld. En die diamant daarboven ligt er ook nog steeds op dat richeltje. Misschien ontgrendel ik nog een ability waar ik dat mee kan pakken. Oh ja, en die bloem. Tijdens het editen van de vorige aflevering had ik echt het idee dat dit zo'n ding was waar ik gewoon mee vergeten was te interacten door middel van die ZL-ZR combinatie. Maar het doet niks. Helaas. En dit speciale licht ook niet. Ja. Toch een beetje met het gevoel alsof ik bot gevangen heb, ga ik naar de vijfde etage, waardoor ik de aflevering ga afsluiten. We hebben heel veel met Eget gepraat. Maar goed, laat het allemaal voorbij zijn in één aflevering. En dan kunnen we de volgende keer lekker rammen. En Luigi is een beetje bang voor wat hij nu weer aantreft. Maar ja, we staan nu weer in een kamer. Virtual Boo. Nou, laat ik deze dan ook nog maar even aannemen. Hallo. Ah, Luigi. Er schiet me ineens iets te binnen. Dat ik vergeten was hier te zeggen. Je spookzuiger, G00, heeft een nieuwe functie met de passende naam Plopperschot. Een uitstekend hulpmiddel in je strijd tegen spoken. Druk op I om de ontstopper te schieten die vast blijft zitten aan vlakke en gladde oppervlakten. Gebruik dan de spookzuiger G00 om het touw op te zuigen. Door op A te drukken kun je de voorwerpen naar je toe trekken en kapot slaan. Zoals je weet, oefening baart kunst, dus ga er maar zo snel mogelijk mee aan de slag. Dat doen we dus vanaf volgende aflevering. Oh, en vergeet mijn koffertje niet, Luigi. Hehehe. Ja, we staan dus in deze kamer.
En op het begin van de volgende aflevering vinden jullie mij ook terug in deze kamer. Voor weer een nieuwe aflevering, deel 4 van Luigi's Mansion 3. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij. Waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!